Hoe ziet online zorg in de GGZ eruit in 2020? En wat betekent online zorg voor behandelaren en cliënten? Die vragen kwamen aan bod tijdens 3 masterclasses van GGZ Nederland over de toekomst van e-health. De masterclasses werden gehouden naar aanleiding van het bestuurlijk akkoord. Hierin werd afgesproken dat online zorg de komende jaren veel breder wordt neergezet in de GGZ. Maar wat betekent dat concreet? Het hoort er straks gewoon bij. E-health is een onderdeel van de zorg die we verlenen. En daar begint ook vaak de zorg mee. Ja, ik denk dat het dan heel normaal is dat je als cliënt, als je bij de GGZ in behandeling gaat komen, dat je een inlogcode krijgt, dat je in je dossier kan, dat je inderdaad een afspraak kan maken. Misschien FaceTime contact met je behandelaar hebt, minder naar de GGZ, moet veel meer in je eigen tijd, aan je eigen herstel kan gaan werken. Ik denk dat e-health, dat je dat meer moet zien als een platform waar zorgaanbieders en zorgvragers, dat die elkaar daar ontmoeten. Dus dat betekent dat er veel minder sprake is van dat je eerst naar iemand toe gaat die je ergens naartoe verwijst, maar dat je zelf als hulpvrager meer gaat kijken op platforms van nou, met het probleem wat ik heb, waar kan ik dan overal terecht? Eigenlijk moet alles e-health zijn dan, hè? De verwijzing, de intake, de behandeling en ook een vragenlijst in het kader van cliëntenvredenheid. De behandelaar die werkt aan de huiswerkopdrachten die hij van zijn cliënten heeft gekregen via de mail. Cliënten die kunnen ook in eigen tijd aan hun eigen behandeling werken. Dus zowel de behandelaar als de cliënt kunnen plaats en tijd ongebonden aan een behandeling werken. Dus welke cultuurspecifieke bouwstenen moeten wij meedragen? Ik denk dat er heel veel sessies worden overgenomen, dus dat patiënten veel minder naar de instelling hoeven gaan. Dus dat, ja, als je het hebt over een instelling, dat het daar wat rustiger is mogelijk. Dus dat mensen veel meer thuis opdrachten zullen doen. En dat het contactuur met de behandelaar veel meer een uur is van hoe is het gegaan, hoe zijn die opdrachten gegaan. Ik denk dat in 2020 online zorg of online hulpverlening een veel grotere plek heeft dan die nu heeft. Ik denk ook dat die dan over de grenzen heen loopt van de klassieke domeinen. De somatische gezondheidszorg, de geestelijke gezondheidszorg. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de wijkteams die nu georganiseerd worden. Ik denk dat daar ook de toekomst ligt. E-health is een vast onderdeel, daar zijn we niet eens verbaasd meer over. Vergelijk het maar met online shoppen. Dat was vroeger ondenkbaar en nu is het ondenkbaar dat je dat niet zou kunnen. Sommige dingen zul je face-to-face moeten blijven doen. Maar een heleboel hoeft natuurlijk niet direct in het aangezicht van de behandelaar. Ik denk dat onze verzekerden zullen ervaren dat het een meerwaarde heeft om online te werken. Waar ze nu nog zeggen, we willen graag iemand spreken, iemand zien, ik wil een dokter zien, om het zo maar even te zeggen, zullen ze straks merken van hé, deze manier van zorg leveren, die heeft niet alleen in de behandeling zelf een meerwaarde, maar ook in de periode daarna. En dan is het niet alleen een substituut, maar dan heeft het ook een plus op de face-to-face behandeling. Ik denk eerlijk gezegd dat acceptatie domweg ook iets van tijd is. We zijn natuurlijk ongeduldig met elkaar. Tegelijkertijd is Nederland wel een voortrekkersland als het om online hulpverlening gaat. We kunnen proberen te versnellen, maar het kan soms ook weer niet sneller dan dat het gaat.